Welkom bij Details, de Nederlandse Disney-podcast. Het voelt toch een beetje alsof de audio-variant van de woonkamer nadat de kerstboom is weggehaald. Zo zonder de belletjes en zonder de Charles en Noël. Ja, maar onze aanwezigheid fleurt hem dan weer op. Is wel waar. Ja. Welkom bij de eerste details van 2024. Het mag niet meer, maar lekker belangrijk. Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar! Ook dit jaar zo goed als wekelijks een Disney-podcast in het Nederlands. En nou, dat zijn wij dan. Ralf, Jorn en Michiel. Leuk kerst gehad. Hier zijn Ralf, Jorn en Michiel. Oh, dat is waar. We hebben natuurlijk ook gewoon voor kerst was de laatste. Kerst ik heb nog gehad. Ik heb echt extreem leuke feestdagen gehad. Oh, ik moet nog vertellen natuurlijk over de Disney Concert ook. Nou, ja. Och, dingen. Welkom. 2024, een nieuw jaar voor Details. Dit jaar tikken we de 2016, 2024. Acht jaar? Nee, hou op. Dit was al het achtste jaar dan, toch? Nou, we zijn in 2016 begonnen. Ja. Dus 17 is in. Ja, nou, wat erg. Dit, volgens mij doen wij dit elk jaar. En dan, hoe lang zijn we al bezig? Ik ga eens even kijken. Met die eerder? Nou springt alles, want alles is... Ja, maart 2016 werd zo goed als zeker. Echt waar? Ja, ja, dus we staan in maart, bestaan we 8 jaar. Nou, te belachelijk. Dat is echt heel erg. Nou, wel leuk. Ik ga even heel snel terugscrollen. Kan je dat nou elke week over Disney? Een uur lang over Disney praten? Ja, hoor ik al. Ja, met gemak, geen enkel probleem. Al lang. Gaan we ook deze week weer bewijzen in de 354e aflevering die we als titel hebben meegegeven. Guess Who's Back. Ja, nou dat zijn wij dus. Nou, wij dus. Mij even ja. Ja. Elke week het laatste Disney nieuws in podcastvorm. En het gaat over de tijdschriften, de films, de parken, het bedrijf, Disney Plus. Alles wat Disney raakt hoor je in deze podcast. Misschien hoor je ons wel voor het eerst. Nou, mijn naam is Michiel. Ik maak hiernaast ook radio en ben hoofdzakelijk gek op strips en parken en films. Mijn naam is Ralf. Ik doe deze podcast dus al bijna 8 jaar met deze twee. Nou, ik mag inmiddels toch wel vrienden noemen. Gewoon collega's. Oh, okay. En ik, ik verkoop reizen, kan ik nu zeggen. Ja, nou dat. Dat is ook eens wat. Ja. Ja. En wat vind je in Disney het leukst? Of beveilig je interesses en specialiteiten? De parken, de klassieke attracties en de operatie van de Disneyparken. Je vergeet iets. De Dolby. Ja, de Disney snacks. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Dat is onderdeel van het... ja, maar moet je wel benoemen. Van het ademen der parken. Dat is wel jouw ding. Ja. En, je bent de man van de laatste roddels over... Vandaag ook weer. Hebben we roddels wel? Ja? Zeker. Okay, over welk resort? Ja, over Parijs. Woe! Oké, blijf luisteren. Hé, hey, we hebben nog iemand. Ja, zeker. Ja. Hallo. Hey Jorn. Ik ben Jorn. Ik vind de parken interessant. Ik heb gewerkt in de parken. Ik hou de Cruise Line een beetje in de gaten. Ik hou Marvel in de gaten. Disney Plus. Jij hebt Disney Plus wel uitgespeeld ongeveer. Nou, niet eens. Nou, nee, jij er bent staat wel... zoveel op. Ja, maar jij kijkt volgens mij... Ik moet nog seizoen 2 van de Berg kijken. Oeh. Oh, dit is wel... Oh. Nou, goed. Oké. Ik ben er nog niet aan teruggekomen. Dat was hem toch? Jij vond het niet genoeg? Ja, nee, dat ik je niet onderbreek. Jim, die we een paar weken geleden te gast hadden in de Game Special, die sprak me net nog even aan. Nou, dat wordt zeker een drukke opname met al het Star Wars nieuws. Hebben we dat? Mandalorian film? Ik heb er net heel snel iets in gezet. Okay. Maar... Oh, ik zei al, dat is Jorns hoekje. Ja. Dat komt goed. Prima. Jorn, Gerrit, draai moet ik even bijwerken. Dan moet je op mijn schouders toenemen. Details is er dus elke week. Je vindt alle voorgaande afleveringen, videospecials en veel meer over ons en de Disneyparken op d-tails.nl. En we zijn ook te volgen op X, Threads, Instagram, Facebook en Telegram onder de handle details.nl. Mocht je dit nou een leuke podcast vinden, dan zouden we het heel erg waarderen als je ons rate op Spotify of als je ons beluistert via Apple Podcast, dat je ook daar een review achterlaat. Kun je ook met tekst, hè, dat vinden we echt leuk om te lezen. Contact, dat doe je heel makkelijk via de contactpagina op dstptales.nl. En op dstptales.nl vind je ook alles over hoe je donateur kunt worden. Dan steun je deze podcast financieel en daar staat ook wat leuks tegenover. Wat allemaal? Nou, dat lees je dan op dstptales.nl. Onder andere, misschien wel het belangrijkste, het leukste, toegang tot de besloten Telegram-groep vol mede Disney-liefhebbers. Je vraagbaak, je nieuwsbron, je vrienden, je Disney-vrienden. Nou, en we hebben natuurlijk... Oh ja, zeg maar. Ja, en dat wordt leuker en leuker en leuker. Want we zitten... Ik ga en vlak nu, leuker ik zit, niet uit. Nee, precies. Ik zit nu op dit moment 393 actieve leden.
Hoppa. Dat is echt leuk. En er wordt zoveel gedeeld op, nou, niet alleen op Disney-gebied, maar ook over het leven. Ja. En vriendschappen ontstaan daar. En dat is echt heel, echt heel erg. En je hoeft niet, maar het kan wel. Het is, nou, je hebt wel vaker gezegd, voor mij, ik denk voor jullie ook, de allerleukste vorm van social media als het aankomt op onze Disney-hobby. Zeker. Ja. En we hebben de afgelopen 2 weken, want we hadden kerstreces, natuurlijk ook, of natuurlijk, maar gelukkig ook weer nieuwe donateurs mogen verwelkomen. Ja, ik ga het rijtje af. We beginnen met Melissa Lawa. Dilano Hooploot, Nikki Mulder. En Nikki zegt, bedankt voor de wekelijkse Disney-doos waar ik ontzettend gelukkig van word. Ik luister al vanaf het begin en eindelijk wordt het een keertje tijd dat ik jullie support om mijn petje af te nemen. Bedankt heren en ga zo door. De volgende in de rij is Lorenzo Bedaf. Ja, ik weet niet of het uit. Maar, ja, maakt niet uit. Lorenzo, dankjewel voor je steun. En Lorenzo vertelt ons, ik zit deze morgen met kleine oogjes op een bankje voor een kasteel in Walt Disney World. En deze week doe ik de Dolby Run. Daar gaan we zo meteen ook nog heel even over hebben. Het is natuurlijk marathon. En dus is het eindelijk tijd dat ik ook eens mijn petje afneem. Namens mij vanuit Walt Disney World de beste wens en een fantastisch, magisch 2024. Vol geweldig Disney nieuws. Dankjewel Lorenzo. We gaan door met Erik Buijs, Rhiannon Ophus, Sander Past. En Sander zegt, daardoor mijn vrouw, Rhiannon, dat is leuk, we zijn allebei de auteur geworden, op details geattendeerd te zijn, begonnen met podcast luisteren. We zijn allebei groot Disneyland Parijs fan. Met het toekomstbeeld om de Anaheim af te reizen, hebben we besloten om donateur te worden. Dankjewel Sander en Rhiannon. Rick Plugge, Debbie van Dijk. En Debbie zegt, ha Ralf, Jorn en Michiel, een nieuw jaar, nieuwe voornemens. Al vanaf het begin luister ik naar jullie en nu is het tijd om jullie te steunen. Des te meer omdat er samen met mijn beste vriend dit jaar hopelijk een reis naar Walt Disney World in zit. Ga zo door, groet van Debbie. En we sluiten de rij met Arvid. Allemaal heel erg dank voor jullie steun. Welkom in de groep en welkom bij het leukste clubje van Nederland. Zo is het. En België, sorry. En België. Je noemde net al eventjes de Dopey Challenge. Het Walt Disney World Marathon Weekend. Half Marathon Weekend. Ja. Is traditiegetrouw de eerste week of tweede week van... Eerste weekend van januari. Eerste weekend van januari, ja. Zeg maar dus, na de jaarwisseling. Ja, als je de kaarten eruit hebt gewerkt, dan kun je daar stuk lopen. Maar we moeten nog even een shout-out doen naar een paar donateurs en vaste luisteraars die daar aan mee hebben gelopen. Zeker. Nou, hoor. Al donateurs van het eerste uur, Paul en Maaike, de Gans, samen met hun zoon Sven, die hebben hem gelopen. Ja. Die hebben echt de Dopey Challenge allemaal gedaan. Hè? Ja, en dat is dus volgens mij alle hardlooponderdelen die er dat weekend zijn. Dus volgens mij de 5, de 10 kilometer, de halve marathon, de hele marathon. Ja, ze valt die hele dag. Ik heb ooit in een fit verleden heb ik in Parijs ook de alle 3 gedaan. Maar daar gaat het niet verder dan de halve marathon. Dat is 5 en 10. En 21 en 42 kilometer. Ja. In 1 weekend. Holy. Bizar. Ja, dus het begon ook echt al om 4 uur 's ochtends, 's nachts, zeg maar. Ja. Want het moet allemaal weer voor opening, zoveel mogelijk voor opening van de parken gebeuren. En wij volgen hen dan ook op social media. En zij zitten ook in de donateurgroep. En dan doen ze dus ook verslag, in ieder geval, naar hun heenreis. Zij zijn gestroomd in Frankrijk. Ik ga even Tim, want anders vergeten we hem. Maar die is samen met hun meegelopen. Tim van Loon, die hoorde ook nog bij de shout-out. Absoluut, absoluut. En zij hebben dus een reis gehad. Nou, het was niet alleen een hardloopwedstrijd, maar ook een obstakelrun, denk ik. Want via Frankfurt terug naar Amsterdam, uiteindelijk toch naar Amerika gekund een dag later. Net op tijd hun BIP, zo heet dat, hè? Je startnummer op kunnen halen. Dat moet je daar ophalen op een... dat hadden ze in Parijs toch ook, zo'n hardloop-evenement ergens in. Die grote event-tent tussen Newport B en de McDonald's, zal ik maar zeggen. Daar was het ergens in, weet ik eigenlijk niet. Ze hebben een aparte explo-ruimte hebben ze daarvoor. Ja. Er is overigens nog wel een soort alternatief voor dat, mocht je dat allemaal missen, is er op de dag van vertrek is er nog een soort fallback. Ja, maar dan staat hij geloof ik niet op naam. Dan heb je dat is wel vervelend. En dan word je dus ook niet bijgehouden. Je naam wordt niet bijgehouden. Nee, daarom. Dus dat is zonde. Dus dat is zonde. Maar ze hebben het gehaald. Ja. Want het was tot 9 uur 's avonds of zo nog open, lokale tijd. Ja. Dus, zo ontzettend knap en zo leuk om die avonturen te volgen. En dan meteen daarna, nadat ze dus een halve marathon bijvoorbeeld gelopen hebben, dan nog een hele dag de park in om ook nog 3 uur in de rij te staan bij Galaxy's Edge. Ongekend. Rise of the Resistance. Goed hoor. Ja. Superleuk. En overigens, de halve marathon, daar was nog wat van alles over te doen. Die loopt normaal, die begint dacht ik op de parkeerplaats van Epcot. En dan eindigt die ergens bij Magic Kingdom. Ja. Maar ze moesten hem inkorten. Ja, voor mij was het heel slecht weer. Dus het hele weekend was het echt gewoon heel veel regen, wind, koude temperaturen. Nou, dat is natuurlijk ook wel niet echt bevorderlijk voor een goede hardloopwedstrijd. Dus het is volgens mij een halve marathon geworden, maar 7 kilometer. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Meer dan genoeg hoor. Ja. Ja, zeker.
Dus dikke shout-out naar Paul, Maaike, Sven, Tim en natuurlijk ook Lorenzo, die het ook heeft volbracht. Dus hartstikke goed en gefeliciteerd. Dat waren de donateurs. Ja, in deze aflevering hebben wij, je zei het net al eventjes, Ralf, onder andere heftige roddels over Disneyland Parijs, de laatste geruchten. We staan uitgebreid stil bij iets wat veel het nieuws is geweest. Het vervallen van het copyright op Mickey Mouse. Ja. Daar heeft Jorn ook veel over, maar daar hebben we ook... laatste filmnieuws. We zijn er net ook eventjes... Jorn. Ja, jij staat bij mij onder mijn naam, maar we kunnen het gewoon gezamenlijk. Zeker. Filmnieuws dus, ook Star Wars nieuws. Ik ben bij Disney een concert geweest. Mm-hmm. Maar we beginnen zoals altijd met een blokje wat niet per se onder de hoofdstukken valt die we in het draaiboek hebben staan. Wat is je eigen persoonlijke nieuws van het afgelopen week uit je Disney beleving? Ja. Ten eerste, ik ben met Oud en Nieuw ben ik zelf op reis, op vakantie gegaan. Ik ben naar de Golfstaten geweest. Ik ben naar Dubai, Abu Dhabi en Qatar geweest. En je zegt Abu Dhabi, heel grappig. Hoe had ik het dan moeten zeggen? Maar gewoon. Abu Dhabi? Nee, gewoon. Abu Dhabi? Ja. Abu Dhabi. Ja. Een beetje Abu Dhabi. Ja. Want met mijn nieuwe carrière in de reiswereld wilde ik ook zelf een keer een cruise gaan beleven. Nou, dat heb ik gedaan. Op de Disney Cruise Line vaart daar niet. Dus ik ben met de AIDA Prima gegaan. Een Duitse boot. Wil je nou een boot zeggen? Schip, sorry Jorn. Aan één stuk door. een Duits schip. Ik heb mij op momenten moeten inhouden. Dat is niet altijd gelukt, maar dat was een ervaring op zich. En het is, Jorn, eerlijk is eerlijk, het is me heel goed bevallen. Ik vond het fantastisch. Ik vond het zo leuk om te doen. Mooi. Maar met name ook om echt in een compleet andere wereld te zijn. Anders dan de westerse wereld. Ik ben natuurlijk veel in Amerika geweest. Ik ben ook wel echt wel in andere delen geweest. Maar dat stuk had ik nog nooit gedaan. En het ging een wereld voor me open die ook wel heel dubbel is. Omdat je weet hoe anders daar met gelijkheid wordt omgegaan. En al dat vond ik best wel ook wel een thema. Maar ik wil het wel gewoon zelf ook een keertje meemaken en beleven. Ook daar, het eten daar. Ik vond echt, ik heb zoveel verschillende soort eten geprobeerd. Maar überhaupt om gewoon een glimp te krijgen van wat daar in die regio allemaal gebeurt. Met name ook op entertainment en op pretparkgebied. We hebben dan de normale pretparken zeg maar niet gedaan. Want ik wilde ook wat meer lokaal. Dus we hebben een mooie moskee bezocht. We hebben de woestijn bezocht. We hebben al lokale markten bezocht. Dat. Maar al enige pretpark zeg maar, ben ik in Aqua Venture geweest. Ken je misschien ook wel van Discovery of National Geographic documentaires over de bouw van dat waterpark. Dat is op het puntje van een van de Palmeilanden. Van de Palmeilanden, ja, precies. En heb je het Atlantis Resort, wat ook in Nassau te vinden is. Mega luxe. Ja. En daar is dus een waterpark gebouwd. Ja. Nou, jongens, hoeveel glijbanen willen jullie? Ja, doe maar. Een hotel van een miljoen sterren. Maar echt, ze hebben daar gewoon 3 glijbaantorens. En in elke toren waar je in loopt, hangt er een bordje. Dit is de wereldrecordhouder van de steilste drop, de hoogste drop. De langste dueling racing. Oh, hebben ze ook een beetje dat Amerikaanse trucje van we moeten overal iets op kunnen plakken? Niet normaal. Ja. Maar de ene glijbaan blijft ook maar gaan en verrassend en zo tof gedaan. Een dikke aanrader om daar een keertje toe te gaan. En heb ik Ferrari World niet gedaan, SeaWorld niet gedaan, Warner Bros. Niet gedaan. Dus dat komt allemaal nog een keertje. Maar je had ook beperkte tijd natuurlijk. Ik had overal een paar dagen. En dan overal precies. Maar... Je plant niet echt je eigen route dan. Nee. En ik heb de Walt Disney World monorail is toch wel een van mijn favoriete vervoermiddelen. Ik heb nu in de metro in Qatar gezeten. Nou, dat is gewoon een soort gouden koets die gewoon overal op tijd gaat en helemaal niets kost. Een dagpas voor €1,50 en dan rij je gewoon, heb je het gevoel, eerste premium klas. Dat is belachelijk. Dat kan ook nooit uit. Daar moet alleen maar geld bij. Maar oké, goed. Dus dat heb ik gedaan rondom de jaarwisseling. Dat was heel erg leuk. Maar ander nieuws, wel een beetje op Disney-gebied. Dat is leuk. Ja, dan ga ik een beetje naar mijn hobby bouwwerken die gerealiseerd worden. We noemen dat altijd verticaal gaan. Want als een gebouw de lucht in gaat, dan gaat het verticaal. En Ralf gaat verticaal. Nou, dat dus. Want het hele nieuwe centrale gedeelte van Epcot, Communicore Plaza, zoals het gaat heten, waar ook het nieuwe beeld van Walt Disney geplaatst is, dat is nog niet helemaal af. Het hele openbare gebied is af, maar Communicore Hall, waar onder andere meet and greet is, waar evenementen gehouden gaan worden, waar
een buitenpodium is. Dat ooit dus ingetekend was in het oorspronkelijke plan als zo'n verhoogd... Verhoogd paviljoen eigenlijk, met een heel mooi uitzicht over het show bij Zakoen. Ja, precies. Nou, die Communicore Hall, het niet per se zo'n voltooiing, maar de buitenkant, ze trekken eigenlijk helemaal de lijn door van Spaceship Earth, met van die... beetje driehoeken, zeg maar, die in relief zijn, waardoor je dat wereldbol-idee, en heel veel luisteraars zullen het kennen. Dat idee van die façade trekken ze door naar dit gebouw, maar niet volledig. Er zitten ook open stukken in en het lijkt wel alsof aan de achterkant daarvan een soort videoprojectie gaat komen, waardoor je dus een heel mooi lichtspel in de avond gaat krijgen. Maar dat gebouw nadert nu zijn voltooiing. Het zal nog heel veel aan de binnenkant moeten gebeuren, maar het is wel, ik vind het serieus echt tof dat ze teruggrijpen op Communicore, wat het ooit was, dat gedeelte. Wat staat voor innovatie, voor ontdekken, voor leren. Het is wel heel erg spelen op sentiment. Dus ik weet niet of het bij de nieuwe generatie aanstaat, maar ik vind het wel heel tof dat ze dit soort namen in ieder geval gebruiken in het nieuwe gebied. En ik volg het met heel veel interesse, want het wordt tijd dat Epcot weer volledig open is en dat de bouwhekken echt allemaal weg zijn. En daar kijk ik erg naar uit. Naar dat moment. Nog één ander ding over reizen, dan mag ik het stokje overgeven. We gaan over, nou Michiel, wat is het? 5-6 weken naar Anaheim toe? Ik denk 5. Ja, op 17 februari is de eerste reis. En dan 24 de tweede. Precies. Dan blijf ik wel daar gaan niet heen en weer. Maar over een dikke maand, ja. Klopt. En helaas heeft een aantal mensen af moeten zeggen, waardoor we nog wat extra plekjes vrij hebben gekregen. Ik heb mijn hoofd voor de eerste reis, ik dacht 2 of 3. En voor de tweede reis volgens mij... 4 uit mijn hoofd. Kijk, dus. Ja, dus je kunt nog mee. Kijk even op onze site. Details. D-details.nl. Daar staat bovenin een menu-itempje. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Groepsreis. Nou, als iemand het even na wil kijken. Ja. Bekijk het eventjes. Dat kan tot uiterlijk volgende week dinsdag. Dat is 16 januari. Want dan moeten wij de definitieve lijsten gaan aanleveren bij... Hotels, luchtvaartmaatschappij. Dan komt het hele officiële gedeelte. Maar dan is er nog een paar plekken dus. Dus laat het weten. Ja, en voor de duidelijkheid, mocht je dat voor het eerst horen. Het gaat om een reis door LA. We gaan met z'n allen kijken naar de plekken waar Walt heeft gewoond en gewerkt. We bezoeken de schuur die in zijn achtertuin staat, waar hij zijn eigen persoonlijke treinbaan bouwde. We bezoeken heel bijzonder, want volledig off-limits normaal gesproken, de Walt Disney Studios en ook het kantoor van Walt. Ja. Van waar hij alles heeft bestierd. Ja. En natuurlijk gaan we ook met z'n allen de Disney parken in, waar we ook een rondleiding doen over Main Street USA en Buena Vista Street. En je alles te horen en te zien en te weten krijgt over de bijzondere geheimpjes van deze mooie themaplekken. En ja, het is een fantastische ervaring om met mede Disney-fans zo'n reis te maken. Dus zeker. Mocht je toevallig over een maandje niks te doen hebben, dan zou ik zeggen, ja, why the hell not? Precies. Dat was het voor mij. Ja. Ja. Nou, dan ga ik even mijn nieuws, want ik denk dat we best wat lang over jouw nieuws kunnen praten. Ja, Jorn. Ik heb ook nog andere nieuwtjes, maar die doe ik eerst. En dan gaan we daarna. Check. Goed. Jorn, je maakt het spannend. Ja. Ik ben als enige van ons drieën volgens mij naar Disney in concert geweest in de Ziggo Dome. Dat was goed gedaan. Dat zat echt goed in elkaar. Dat hoorde ik van iedereen die was geweest. Ja, heel veel donateurs waren er ook. En luisteraars die ook via social media en ook via onze Telegram groep natuurlijk lieten weten hoe tof het was. Hier en daar werd het een traantje gelaten. Mooie vocale performances, heel veel in het Engels. Af en toe wel een rare keuze hadden Willemijn Verkijk. Dat is dé stem van de Nederlandse Frozen en ook de Duitse. Ja. En zij zong dan weer Let It Go in het Engels. In het Engels, Vond ik heel raar. Ik persoonlijk heb liever Engels, maar ik snap niet, als je demografisch ook kijkt wat ze in de zaal zit. Waren veel kinderen aanwezig ook? Ja, zeker. Ja, het was echt een gezinsuitje. Mag ik zeggen dat ik haar Duitse versie misschien nogal mooi vind? Ja, maar jij komt net van een Duitse boot. Ja, dat is niet heel moeilijk. Nee, oké, dat is ook goed. Het zou gewoon echt goed doen met live muziek en fantastische performances. Groot scherm, vuurwerk ook erbij zo. En confetti en streamers en noem alles maar op. En het is al aangekondigd dat het terugkomt. Voor ons nog 2 voorstellingen, een middag en een avond op. Uit mijn hoofd 4 januari 2025. Komt Disney Concert terug. Tillen ze het over de jaarwisseling, zeg maar. Wel heel benieuwd, want pas maar dan na... is het niet per se in die 100 jaar. Nee, of ze trekken het door, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou kunnen. Deze Disney Concert Show is in meerdere Europese landen geweest. Ik heb op YouTube, nadat we in Amsterdam waren geweest, ook even gekeken naar de Londen variant. Heel veel dingen hetzelfde, maar ook wel een paar dingen anders. Daar is bijvoorbeeld wel een groot stuk met Sorcerer Mickey uit Fantasia. Ja. Wat overliep in Star Wars, hadden wij weer niet. Let It Go in Nederlands. Ja, een week daar. Ongeveer een week van tevoren kregen bezoekers een mail met een update dat Star Wars niet
Vanwege logistieke redenen of productionele redenen? Productionele redenen. Kon het niet doorgaan, ja. Helaas. Ja, wat er dan is geweest, geen idee. Maar het zat echt, echt goed in elkaar. Nou, het is jammer voor de mensen die specifiek voor absoluut, ja, maar die Star muziek Wars. Is natuurlijk ook ja, legendarisch. Dat was zoveel. Ik bedoel, je hebt zoveel toffe liedjes. Oh ja, die. Ja. Maar was het heel erg op het oude Disney en op de romantiek van de Disney Classics? Nou, of wat ik heel juist fijn heel vond... van de nieuwe generatie? Weet je nog dat we in ons terugblik op 23 zeiden van we misten Walt zo... hier zat Walt gewoon vol in het begin. Echt? In. Ja, het allereerste wat je hoorde was Steamboat Willie en je zag beelden van Walt aan het werk. Ja, ik heb het wel als ik erover nadenk. Geloof ik. En er zaten ook een paar echt klassiekers in, maar al vrij snel moet je... Nou, het meeste was eigenlijk alles na de vanaf de Second Golden Age of Animation. Daar zat heel veel aandacht voor. Aladdin, Kleine Zeemermin, The Lion King. Maar ook Toy Story, Marvel, Encanto, Moana. Ja. Dus de moderne klassiekers en Second Golden Age of Animation. En een beetje ervoor. Maar echt heel tof. Echt. Maar zijn die edities van 2015 nog niet uitverkocht? Want iedereen die... volgens mij ging, en van wie ik het op alle social media heb gelezen, heeft dan weer kaarten gekocht voor de volgende editie. Ja, dat ging best wel snel volgens mij. Ik denk dat ze daar ook wel rekening houden met extra data. Ja, echt heel leuk. Leuk. Dus dat is leuk. En een aanrader mocht je dat willen om over precies een jaar daar naartoe te gaan. En verder, ik lees dus ook de strips heel graag. Ik heb een abonnement op de Donald Duck. En dat was wat gek de laatste weken. Jarenlang kreeg je de Donald Duck in een plastic hoesje. Met daar je adres ook op. En dan kon je eruit halen. En dan had je een mooi intact exemplaar. Sorry, ja, ik heb wel lachen op het geluidseffect. Sinds een paar maanden is er iets veranderd aan de layout van de achterkant van Donald Duck. Daar had je onderin altijd een plaatje uit de Donald Duck van volgende week. En de cover en ook volgende week dit en dat. Nu zie je alleen maar volgende week en dan de cover. En een wit stuk waar soms niks in staat. Maar soms staat daar jouw adres op gedrukt. Dus het wordt je adres op de Donald Duck gedrukt. En soms zit hij in een papieren hoesje. En soms komt hij kaal aan. Maar sommige mensen ook wel eens beschadigd als het heel hard regent. En de postbode denkt, stikt er maar een beetje Donald Duck. Veel vragen, soms ook klachten overgelezen in onze donateurgroep. Dus ik denk, we hebben contacten. Ik heb gebeld met Ferdy Veldhof, de hoofdredacteur van de Donald Duck, om te vragen hoe dit nu precies zit. Hoi. Er zijn behoorlijk wat berichten de laatste weken in onze donateurgroepen heen en weer gegaan over het weekblad Donald Duck. Veel abonnees, dus dat is goed nieuws. Maar wel veel vragen. En ik merkte die zelf ook al. Het begon een paar weken, maanden geleden. Jarenlang kreeg je de Donald Duck in een plastic hoesje. Nou, je kunt op je vingers wel een keer nagaan dat wel een keer ophoudt, want plastic, milieu, moet je niet doen. Toen werd het een papieren zakje, maar de week erop was het ineens weer gewoon een losse Donald Duck en stond de adressengevers staan echt achterop gedrukt. Hè, waar je altijd dat blokje volgende week had, was ineens een wit ruimte opengelaten voor mijn adres. De week erop was het weer gewoon een plastic, of een papieren zakje. En was dat wit blok ook gewoon wit. De week daarna was het weer wel. En nog los van het feit dat het voor sommige abonnees soms ook inhoudt dat Donald Duck echt vervormvrijt en ook nat geregen binnenkomt. Dat moet helemaal iets zijn wat jullie aandacht heeft. Wat is het idee? En wordt het nou een papieren zakje? Of wordt het adres op de Donald Duck gedrukt? Waar gaan we naartoe, Ferdy? Nou, de bedoeling, je hebt het heel goed geraden. We willen de Donald Duck duurzamer versturen. Dat is binnen heel DPG is dat een doel verduurzamen, minder plastic en waar mogelijk zonder plastic. Ja, vooral duidelijk, DPG is de persgroep. Dat is het grote concern waar Donald Duck Weekblad en ook heel veel andere tijdschriften bijvoorbeeld onder vallen. Dat klopt, ja. En Tina, zo zit dat, andere jeugdbladen zijn ons voorgegaan. Libelle, Margriet zijn allemaal tijdschriften van DPG. Nou, Donald Duck is wat langer mee gewacht. Zijn eerst allerlei tests gedaan. Dus het kan inderdaad zijn dat een paar maanden geleden sommige mensen hem al... die hoorden bij die testgroep. Die kregen hem dan inderdaad al zonder plastic met achterop namen en adresgegevens. En een paar weken geleden hebben we definitief besloten om daar over te gaan. Toen was de test geslaagd. We zijn bij de fabriek gaan kijken van PostNL. Van gaat dat allemaal goed over die loopband? Beschadigt die Donald Duck niet? Kunnen we garanderen dat 99% van de Donald Ducks goed aankomen? Die test is geslaagd. 9 van de 10 keer zal je Donald Duck dus zonder plastic of zonder papier om de Donald Duck heen geslagen in de brievenbussen ontvangen. En heel soms zit er wel een paper wrap, zoals dat dan hier intern heet, om de Donald Duck heen.
Dat is als er bijvoorbeeld een bijlage in zit. We hadden een paar weken geleden een abonneebrief. Nou, dan zit er zo'n paperwet bij. Want dan moet die Donald Duck en de bijlagen moeten natuurlijk bij elkaar gehouden worden. Ja. En we hebben in Donald Duck 51 gaven we 2 Donald Ducks weg. Ja. Zodat je ook een vriendje, vriendinnetje, buurkindje een Donald Duck cadeau kon doen. Nou ja, dan is het ook handig als er iets omheen zit. Dus dat zijn dan de uitzonderingen. Maar de bedoeling is dat die 9 van de 10 keer in ieder geval zonder plastic met de naam en adresgegevens op de achterkant op de mat valt. Duidelijk. Nou, dan is nog wel de vraag, die wil ik dan toch even aan je voorleggen. Dat dan is de Donald Duck komt in dat geval onbeschermd je brievenbus binnen. Ja, we hebben nu gelukkig eventjes zwaar zon buiten. Maar de afgelopen weken heeft voor mijn gevoel 6 maanden lang in 1 stuk doorgeregend. Voor mijn gevoel ook, ja. Ik heb ook wel wat mensen gezien die daardoor een volledig verregende Donald Duck kregen. En ja, ik snap plastic, dat moet je niet meer willen. Maar het beschermde wel daartegen. Hoe gaan jullie daarmee om? En stel dat een abonnee op een gegeven moment een beschadigd exemplaar krijgt. Kan die dan ergens aankloppen? Zijn daar ideeën over? Ja, klopt. Ik heb inderdaad ook wel wat voorbij zien komen, klachten. Van mensen die hem verscheurd of kleddernat binnen kregen. Nou, als die mensen zich melden bij onze klantenservice, krijgen ze er meteen één opnieuw ingestuurd. Want we zijn allebei verzamelaars. We weten allebei, zo wil je dan natuurlijk niet binnen krijgen. En zeker niet bewaren. Ja. Dus dat maken we zeker goed met onze abonnees. Maar we testen het heel veel en die klachten vallen natuurlijk op. En ik heb ze op social media, zag ik ze inderdaad ook wel voorbij komen. Ja. Maar dat zijn wel echt de uitzonderingen. We monitoren de cijfers heel goed en er komen eigenlijk bijna geen klachten binnen. En we blijven dat gewoon goed in de gaten houden. Dus krijg je een keer een verregende, zeiknatte Donald Duck binnen, meld je en je krijgt gewoon een nieuwe opgestuurd. Kijk, heel goed weten. En dan iets totaal anders, Ferdy. Heb ik ook niet op voorbereid dat ik je dit wilde gaan vragen. Maar ik denk, ik heb je nu toch aan de lijn. We zitten in 2024. Ik denk tegelijkertijd, dat is 90 jaar na The Wise Little Hen. Oftewel, Donald Duck is dit jaar 90 jaar oud. Ja, tuurlijk. En dat gaan we ook groot vieren, natuurlijk. En dat wilde ik horen. Nou, voor de draad met die plannen. Nou, Donald Duck 24, dat wordt de grote jubileumeditie. Ja. Die wordt dubbel dik. Met een extra lang spannend escape room-achtig verhaal. Waarin Donald opgesloten raakt in het geldpakhuis en eruit moet zien te komen. Codes kraken, geheime deuren, et cetera. Dus wordt een soort interactief escape room-achtig verhaal. Leuk. En in dit jaar gaat er ook nog wat bij Donald in de straat gebeuren. Die situatie met buurman Boldenbas natuurlijk een beetje onhoudbaar aan het worden. Ja. En de lezer mag meedenken over hoe dat probleem zich moet gaan oplossen. En dan laat ik eigenlijk al een beetje veel weten. Dus meer ga ik ook niet verklappen. Maar dat zal dit jaar ook een rol gaan spelen in dit jubileumjaar. En verder hebben we leuke weetjes. We gaan allerlei oude klassieke filmpjes, gaan we mooie posters van maken. Er komt een mooi jubileumalbum, jubileum pocket aan. Dus ja, we gaan het wel groot vieren natuurlijk. Ah, en dan ga ik je toch nog één. Te gek, dat vooropgesteld. Hè? Hartstikke mooi. Zit er ergens nog ook een momentje? Hij was natuurlijk niet vanaf het begin bij betrokken, maar zeg je Donald Duck, dan zeg je Carl Barks. Ergens iets voor de Barks-liefhebber in 2024? Jazeker. Er komt een luxe uitgave uit met werk van Barks. Dat staat echt nog in potlood in de planning. Maar er gaat iets moois komen. Wat zeker de verzamelaar en de klassieke fan zal gaan waarderen. Ja, krijg er een kippenvel van, nu wel. Ja, goed zo. Nou, jij wil hem vast wel hebben, dat weet ik zeker. Nou ja, reken daar maar op. Hey, Ferdy, dankjewel. Vragen beantwoord. Ja, graag gedaan. Bij de volgende vragen weten we je te vinden. Ja, tuurlijk. Je mag altijd bellen. Nou ja, dus dat. Wauw. Ja, en een Carl Barks verrassing. Nou, ik kan me voorstellen dat jij daar heel... Ik ook meer dan dat ik ooit zou doen vanwege natuurlijk onze aanwezigheid in de Donald Duck vorig jaar. Ja, waardoor we helemaal gemist volgens mij te melden bij onze hoogtepunten van 2023. Nou. Maar dat was wel echt een hoogtepunt. Oh, wat slecht hoor. Inderdaad. Ja. Ja, misschien wel het allermooiste. Ja. Ja. Sorry. Ja. Maar dat. Jorn, jouw nieuws. Ja, inmiddels ben ik ook bij collega's, sta ik wel bekend als, die weet wel iets van Disney. Ja. Dus kreeg ik van een collega van zijn zoon Max de vraag: als Guus Geluk een neef is van Donald en hij is een gans, hoe kan het dan
dat hij een gans is, maar Donald een eend? Ik wist het antwoord niet. Misschien hadden we het aan Ferdy moeten vragen. Ja. Ik dacht, jij bent ook, Michiel, lopende duck-encyclopedie. Er is wel een stamboom. Stamboom Donald. Ik heb het voor de gein aan ChatGPT gevraagd. Oh. En die gaf als antwoord. In de Disney, ja, ik heb het in het Engels gedaan, maar in het Disney-universum zijn character relationships vooral geprioritiseerd op de humor dan de biologische stamboom, dus de afkomst. Okay. Ik had het even Gijs Gans als voorbeeld genomen. Dat Gijs Gans Donald zijn neef is, is een, vooral een creatieve keuze voor storytelling en entertainment purposes. En niet zozeer, ze houden zich niet zozeer daarbij aan de real world relatie tussen dus het is niet echt gebeurd. Ik heb hier het antwoord van de Duckypedia van DonaldDuck.nl. Guus is een beetje van beide, gans of eend. Kijk maar eens goed in de stamboom. De vader van Guus heet Fortunus Geluk en is een gans. De moeder van Guus, Treintje Duck, is een eend. Guus is daardoor half eend en half gans. Maar soms wordt er toch anders over gedacht. In het Engels heet Guus namelijk Gladstone Gander. En een gander of ganserik betekent mannelijke gans. En ook al zijn beide heren er niet altijd even blij mee, Donald en Guus zijn toch echt familie. De moeder van Guus, Treintje Duck, en de vader van Donald, Woert Snater Duck, zijn broer en zus. Treintje en Woert Snater zijn allebei kinderen van oma Duck. Oh, wauw. Nou, dat is het officiële antwoord. Ik probeer er toch wat voor te stellen hoe dat dan gaat. Een eend met een gans. Dat dacht ik al dat jij dat ging doen. Zullen we snel doorgaan met het nieuws? Ja, ik heb nog een ander heel kort nieuwtje. Tenminste, heel kort. Het is concurrentie, voornamelijk voor Disneyland Parijs. Er is van alles gebeurd de afgelopen weken. Zo. Maar wat ik dus best wel belangrijk en heel rare ontwikkeling ook vond. Universal heeft grond opgekocht. Of in ieder geval een bedrijf opgekocht die grond in bezit hadden. Ja. In Engeland. Ja. In Great Britain. Er gingen natuurlijk al lange geruchten. Komen ze naar PortAventura? Of kopen ze PortAventura op en gaan ze in Spanje een Europese variant van Universal Studios starten? Toen ineens kwam er uit het niets. Nee, ze gaan in Engeland misschien wel een Universal Studios stichten. Ja. Bradford, maar dat waren allemaal nog... Ja, Bradford. Ja. Ja, Bradford. Iets van een uur van Londen af. Iets ten noorden van Londen. Ja, ja. Maar wel volgens mij goed qua... De trein loopt daar langs het grondgebied. En allemaal snelwegen die regelrecht naar Londen gaan. Was een beetje een raar geruchtencircuit van waar komt dit vandaan? Maar dat is heel, heel stom. De lokale Suffert van Bedford, die hadden geïnformeerd bij Universal. En Universal pers had gezegd, of de woordvoering had gezegd, ja, dat klopt. Ja. We hebben grond opgekocht, wij zijn het. En we zijn aan het onderzoeken of we mogelijk een entertainment of een resort naar Engeland kunnen brengen. Ja. Oké, okay, is goed. Ja. Dus hiermee is het... soort van officieel. Kijk, het is nog allemaal in de hele vroege beginstadia. Ze zijn vooral aan het onderzoeken of de locatie geschikt is. Of ze waarschijnlijk allemaal onderzoek. Tuurlijk. Qua demografie en hoeveel bezoekers kunnen ze krijgen. Ja. En allemaal dat soort dingen. En dat duurt waarschijnlijk ook nog wel even voordat de eerste spade de grond ingaat. En voordat het open gaat. Als er een spade de grond ingaat. Als er een spade de grond ingaat. Ze hebben al eerder dit soort dingen gedaan. In Londen is... net buiten Londen is een andere locatie voor Paramount. Ja, precies. De London Resort, geloof ik, zou dat gaan heten. Dat is al een paar keer aangekondigd. Is ook een beetje, vooral door corona, is dat helemaal de nek omgedraaid. Dus goed, het is nog helemaal niet zeker. Maar is wel in ieder geval duidelijk dat Comcast, de eigenaren van Universal Studios... dat die wel hun ogen hebben laten vallen op iets in Europa. Ja. Ja, en ik vlak Spanje met PortAventura ook nog niet uit. Want juist heel veel leidinggevenden die bij Disney werken... zijn naar PortAventura gehaald. Ja. En nu de grote baas van Comcast is de laatste ook gespot. Precies. En volgens mij, dat was dat deze week... ik dacht dat de Upload podcast met dat nieuws kwam... in ieder geval op de social media... dat Mark Wiedervill, dat is het hotel- en restaurantketen van vorig jaar overleden Jimmy Mark Buffett. Ja. Ja, Mark Wiedervill, heeft allerlei domeinnamen geregistreerd. Ja. Die, in die Engeland, hè? Ja, maar ook in Spanje volgens mij. Ook in Spanje, juist. Ja, die erop wijzen dat daar iets van Mark Wiedervill gaat komen. Mark Wiedervill, PortAventura, Mark Wiedervill Barcelona, al dat soort varianten. En dit is wel een keten die zich ook zeg maar in de nabijheid van Universal vaker ophoudt. Er is in de City Walks, in ieder geval in Orlando, is een Margaritaville restaurant ook. Ja, Anaheim volgens mij ook. Ja, het zou kunnen. En in Orlando zelf is er ook nog een groot resort, ook een Margaritaville. Net als Key West bijvoorbeeld. Maar dat dus ligt ernaast Walt Disney World.
Sorry? Dat ligt naast Walt Disney World. Dat ligt weer naast Walt Disney World, ja. Maar goed, er is van alles aan de hand in de markt. En dat is wel interessant voor Parijs. Want het is weer een keer die geruchte extra voet van... De Walt Disney Company is ook goed aan het kijken naar wat er allemaal speelt. Parijs en moet wij iets. Moeten gaan investeren. Ja. We hebben 30 jaar lang een beetje achterover kunnen leunen. En wij waren de grootste. En er is wel concurrentie van de Eftelingen en de Europaparken. Maar nu moeten ze echt een beetje... Maar het lijkt dus wel dat er nu in Europa door Disneyland... wel gereageerd wordt op mogelijke toekomstige ontwikkelingen bij of van Universal. Waar in Orlando. Disney World, dus dat dus eigenlijk niet gebeurt op de komst van Epic Universe. Nee, maar daar hebben ze natuurlijk ook nog het hele verhaal met de overheid. De Don't Say Gay controverse. Precies. Zolang dat niet 100% is opgelost, gaan ze niet zeggen... en hier is ons plan voor biljard. Nee, daarom. En daarom gaat nu ook een deel, want Disney heeft vorig jaar aangekondigd... we gaan iets van 60 miljard over 10 jaar gaan we investeren in de Disneyparken wereldwijd. Dat zijn dan met name de parken in Europa, of het park in Europa en de Amerikaanse parken. En Europa lijkt er zo'n kwart ongeveer van te krijgen, zo'n 15 miljard. Nou, we hebben voor de jaarwisseling hebben we het al gehad over de nieuwe ontwikkelingen van Star Wars in het Disneyland Park als een eigen themagebied achter Discoveryland. We hebben het gehad natuurlijk over de uitbreiding in de studio's, waar naast Frozen ook gesproken wordt over Lion King toevoeging. Daarover zo meteen meer. Maar wat dachten we ook over een derde park, wat ook op de tekentafel ligt. Kortom, daar gebeurt wel echt serieus veel. Ja, wat een deadline heeft van 2038, 36. Ja, zoiets. Maar is een aantal keer verschoven, maar dat komt aardig in de buurt. Daarom. Zeker in 2030. Dus dat gaat echt wat... het lijkt er bijna op alsof de stroomversnelling die je jarenlang zag in de Amerikaanse parken qua innovatie in Disney, dat het nu eindelijk toch een keertje in Europa gaat gebeuren. Fingers crossed, everybody. Ja. 2017 is het officieel overgenomen, toch? Heeft de Walt Disney Company Parijs opgekocht. En toen kwam in begin 2018... We hebben het nog meegemaakt in deze podcast in ieder geval. Ja. Toen kwam in 2018 dat grote masterplan voor de studio's. Wat inmiddels... we hebben alleen Avengers Campus van... Voltooid hebben gezien. Frozen zijn ze hard voor aan het werk. Dit is gewoon een van de onderdelen van... Het is nu volledig eigendom van de Walt Disney Company. Ze kunnen daar... makkelijker hun potjes geld naartoe stoppen. Ja, precies. Ja, vergis je ook niet in de ontwikkelingen die ook nog in Village komen. Waar waarschijnlijk van de zomer meer over bekend gaat worden. Over een nieuw resort nog erbij. Uitbreiding van Village. Alles wat we nog... Kortom, wij zijn pas 8 jaar bezig. Maar de spannendste jaren komen nog. Zeker, ja. Ja, een beetje Disney-fan herkent dit. Dit zijn de beginklanken van Steamboat Willie, het officiële debuut van Mickey Mouse in 1928. Niet zijn eerste cartoon, want Plain Crazy en Galloping Gaucho waren eerder gemaakt. Maar lagen op de plank, want die wilde niemand uitbrengen. Maar deze... Nee, die hadden geen synchrone audio. Dit was de eerste. Maar ook niemand wilde ze uitbrengen. Oké. Dat was faal. Synchronized audio was dan inderdaad wel een reden om deze film in de bioscoop uit te brengen. En toen zijn later ook nog aan die eerste twee... Synchronized Sound aangebracht. Hoe dan ook, die allereerste oer-Mickey. Zwart-wit, zonder handschoenen. Echt de vintage Mickey. Was behoorlijk in het nieuws de afgelopen week. Want deze short, de allereerste Mickey short, is uitgekomen in 1928. En 1928 is precies 96 jaar geleden. Ja. Ja. En momenteel is in Amerika... De wet op copyright, die loopt 96 jaar lang. En daarna vervalt het en komt werk automatisch in het publieke domein. Ja. Dat is dus op 1 januari 2024 met Steamboat Willie gebeurd. De short Steamboat Willie en de Mickey uit die short. Ja. En daar ging de hele wereld op los, want dit is natuurlijk een van de figuren, karakters die Disney gebruikt heeft en die synoniem staan aan Disney. Is Mickey Mouse. Ja. Dus iedereen dacht, Mickey Mouse, dat was ook de headline. Mickey Mouse is nu van iedereen. Publiek domein, je mag ermee doen wat je wil. Een beetje ook op de hielen van het nieuws van een paar jaar geleden toen Winnie the Pooh in het publieke domein kwam en gelijk een horrorfilm kwam. Een erg succesvolle trouwens ook. Is nu ook al een horrorfilm van Mickey Mouse, of in ieder geval Steamboat Willie aangekondigd. Er is een game aangekondigd met een of andere horror game met Steamboat Willie.
Ja, dit is interessant wat er nu gebeurd is. Disney is heel lang juist ook voorvechter geweest van aanpassing aan het copyright, aan de copyrightwetgeving. Is ook meerdere keren gelukt, want eigenlijk had hij al veel eerder vrij moeten komen. Klopt. Het was vroeger iets van 50 jaar en dat hebben ze toen al naar 75 en uiteindelijk nu dus naar 96 jaar weten te verlengen. Maar nu bij de laatste poging van Disney om het nog een keer te verlengen, die was mislukt. Dus dit was de grote datum waar denk ik een aantal mensen binnen de legal afdeling van Disney of rijkhandels naar uitkeken of bang voor waren. Ja, nou voor hun baan is het wel goed, denk ik. Die zullen het wel leuk vinden. maar wat er dus interessant aan is aan het hele verhaal, en het is ook best wel complex, de Steamboat Willie versie van Mickey Mouse, dus Mickey Mouse 1.0, die is nu algemeen beschikbaar en die mag je gaan gebruiken om te kopiëren, te delen en daarop te bouwen. Dus daar mag je ook aanpassingen aan doen. Je mag een hele andere kleur erop loslaten bijvoorbeeld. Je hoeft niet het zwart-wit aan te houden. Maar andere onderdelen van Mickey, zoals bijvoorbeeld, nou je noemde het net al, dit is de Mickey Mouse zonder handschoenen. Ja. Die witte handschoenen, die heeft hij pas in een of twee shorts, of nou, een aantal shorts 29. Later. Ja, hè, 29 ja. pas. Dus dat is waarschijnlijk pas volgend jaar dan dat we daarmee aan de slag kunnen. Dus als je nu een Steamboat Willie Mickey Mouse gebruikt in jouw kunst en je wil het commercieel gaan verkopen, ja, om te denken van ja, maar dit is publiek domein, dus dat mag. Maar je hebt daar een witte handschoen aangegeven, dan gaat Disney, komen ze nog achter je aan. En ze zijn dus al heel erg bezig online met allerlei strikedown verzoeken van mensen die dus niet precies weten wat ze nou wel niet mogen met Mickey. En dan heb je nog een heel groot verschil tussen trademark en copyright. Dat is een belangrijk verschil. Ja. De trademark houdt in, je mag niet doen alsof het een product van Disney is. Je mag niet een officieel Disney licensed product fingeren met je Steamboat Willie tekening. Nee, klopt. Het moet duidelijk zijn uit je product, wat je intenties eigenlijk. Ja, dat het niet van Disney officieel afkomstig is. Ja. Want dat is nog steeds getrademarkt en trademarken verlopen ook niet. Dus die daar gelden weer andere wetten en regels omheen. Ja. En dat maakt het helemaal een mijnenveld, juridisch, om het goed te doen. Dus, maar dit heb je al eerder gezien met andere karakters die waarbij hetzelfde gebeurd is. Sherlock Holmes, Winnie the Pooh, je noemde hem net al, Dracula, Frankenstein's Monster, Robin Hood, Snow White, Cinderella en Alice in Wonderland. Die zijn allemaal al officieel onderdeel van het publieke domein. Maar bijvoorbeeld dan weer de Cinderella en Alice in Wonderland en Snow White ook van Disney, die we nu allemaal associëren met die dan weer niet. Die nog niet, want die verlopen pas over x aantal jaar. En dat vind ik het interessante van het hele verhaal. Disney heeft toen de allergrootste successen. Even los van Mickey Mouse. Mickey Mouse was puur een eigen vinding. En Steamboat Willie, eigen verhaaltje. Maar de grote bioscoopsuccessen, die noemt ze al Sneeuwwitje, Cinderella, Alice in Wonderland, allemaal gebaseerd op public domain verhalen. Ja. Dus daar heeft Disney zijn succes van gemaakt door een bekend verhaal naar diens hand te zetten. En dat is zo goed gedaan dat als je nu iemand vraagt hoe ziet Sneeuwwitje eruit, dan omschrijven ze de Disney Sneeuwwitje. Ja. Is er ook later met, ik weet niet of hij er per se spijt van had, maar Mary Poppins, de schrijfster van Mary Poppins, P.L. Travers, die leefde nog. En die was ook niet blij met de uiteindelijke verfilming van Mary Poppins. See Saving Mr. Banks. Inderdaad. Dat gebeurt dus als het nog steeds van iemand anders is. Dat ze nog ander auteursrecht op heerst. Maar zou je zoals Walt Sneeuwwitje heeft voor Disney, zou je bijvoorbeeld nu ook, denk ik dan, wel het verhaal van Steamboat Willie, Mickey de Muis en Minnie de Muis met een boot die Willie heet, zou je helemaal opnieuw kunnen vertellen met je eigen, misschien is het nog wel sterker om het zo te vergelijken, waar Walt zijn eigen Sneeuwwitje creëert, dat je eigen Mickey creëert. Ja. In dit verhaal, opnieuw verteld. Ja. Dat zou dus moeten kunnen. Ja. Als je nu een CGI-verhaal wil maken over Steamboat Willie met een Mickey die je eigen draai geeft. Ja, dan als mag het maar, dat dan, als denk het maar ik, niet toch? Te veel lijkt op de andere rechten die Disney heeft of op dit moment exploiteert en die dus vele gelijkenis hebben met. En reken maar dat dit aan alle kanten is getimmerd. En dat je heel goed moet weten wat je doet voordat je hiermee. Mickey mag bijvoorbeeld nog niet. Nee. Waarom? En hebben ze ook niet de moderne Mickey. Ja, laten we zeggen, de Mickey die je ziet in de Runaway Railway en in de shorts van de laatste jaren, uit 2013 komt die. Is die ook niet bewust gecreëerd om
Mickey in zijn korte broek en zijn handschoenen. Ja. Volgens mij was dat een poging om een soort loophole te creëren. Want het officiële logo sinds een aantal jaren van Walt Disney Animation Studios. Dat is Steamboat Willie. Steamboat Willie, die, nou, je hoorde hem net fluitend achter het grote wiel van zijn stoomboot staat. Dat is exact degene waarvan het copyright nu verlopen is. Volgens mij was het de bedoeling door die weer nieuw leven in te blazen in die intro, om dan dat copyright te verlengen. Maar dat is volgens mij niet gelukt. Nee. En ik heb het idee dat met die vernieuwde Mickey, die echt beduidend anders is dan alle daarvoor, want meer van deze tijd, maar wel echt gebaseerd op de classic Mickey. Gele schoenen, korte broek. Laten we zeggen, vanaf de jaren 40 heeft hij heel lang gewoon burgerkleding aangehad. Een lange broek en in de parken altijd in smoking. Pie-eyed Mickey, dus hij heeft ogen als taartpunten. Ja, zonder pupillen. Zit zo'n hap is daar uitgehaald. Moet ook gek zijn geweest, dat realiseer ik me later. Want dat las ik ook in een van de artikelen hierover. Dat in Fantasia was voor het eerst Mickey met pupillen te zien. Als je sinds 28 die oude Mickey zat en je had ineens die Mickey daar gedacht. Was dat de eerste? Er is een moment geweest dat hij voor het eerst pupillen kreeg. Dat was Fantasia. Dat moet er heel gek zijn geweest voor bioscoopbezoekers toen. Ja, maar we hebben nu natuurlijk ook met karakters die veranderen. Bijvoorbeeld andere acteurs die opeens de rol van een personage in een serie overnemen. Ja, ik denk dat het zo een beetje moet zien. Mandela effect. Dat mensen collectief denken dat iets anders is dan dat het daadwerkelijk is. Heeft de Monopoly meneer, heeft hij een monocle of niet? Logo van Monopoly. Zo'n glazig dingetje. Nou, dat denk ik dan niet. Ja, ik dacht het van wel. Ja, hij heeft het niet, als ik het goed heb. Maar dat is dus iets wat is collectief in het geheugen van iedereen zit. Iedereen denkt, als je denkt aan het Monopoly-mannetje, die heeft zo'n... Ik kwam laatst achter een audio-variant daarvan. Toen ik op de radio deden we een dag over de jaren 80 en ik liet een stukje van E.T. horen. Ja. Wat zegt E.T. in zijn beroemde serie? Ja, E.T. phone home. Zegt dat niet. Zal dus niet. Wat zeg je dan? Hij zegt E.T. home phone. Serieus? En hij zegt, volgens mij, jongetje of meisje, dat was audio, die zegt E.T. phone home. Ondertussen laat Jorn het Monopoly-mannetje zien. Nee, geen helemaal geen bril. Nee. Nee, het is E.T. zegt nooit zelf E.T. phone home. Hij zegt home phone. En dat wordt uitgelegd door de kinderen. Oh, E.T. phone home. Die zeggen. Net zoals Luke, I'm your father. Dat zegt hij ook niet, hè? Nee. Zegt hij niet. Nee. Hij zegt niet Luke, I am your father. Dat zegt daar verder geen enkel moment in de film. Dat zijn van die dingen die dan op een of andere manier ontstaan. En iedereen geloofde in dat de waarheid is. Ja. Wauw. Oké, trouwens in details aflevering 290 gaan we nog iets dieper in op de hele juridische consequenties van deze... Heb je dat even opgezocht? Daarom was ik net zo stil, want ik had heel veel op te merken. Ik was aan het scrollen en aan het rollen. Maar ja, we moeten wel inmiddels door meer dan 7 jaar content heen. Zo is toch? Maar goed, in aflevering 290 hebben we het hele juridische kader zeg maar ook geschetst over dit fenomeen. Binnenkort Pluto en Goofy. Hoe? De eerste grote jongen is in 1934, hebben we net nog gehoord van in het gesprek met Ferdy, Donald Duck ontstond toen. Dus die zou over 6 jaar aan de beurt zijn, dat die eerste oerduck, maar goed, die lijkt ook in niks meer op de huidige duck. Nee. Maar voor die tijd werden Pluto en Goofy al in het leven geroepen. Hmm. Dus daar zal ook... Heel interessant, maar toch, ik denk wel dat... Hoe die wetgeving nu in elkaar zit, dat je die versie mag gebruiken. Die lijkt er niets meer op de Mickey, zeg maar, die nu gebruikt wordt. Nee. Natuurlijk, hij is herkenbaar. Maar elke verwijzing naar of connectie met wat Disney nu gebruikt, zal worden aangepakt door Disney worden. Dus Disney is gewoon nog super actief als bedrijf. Ja. De Grimbroers waren dat destijds niet. Nee. En Mickey is nog steeds herkenbaar. Zelfs de oude Steamboat Willie Mickey is herkenbaar op dit moment nog. Maar je kan er al mee wegkomen, blijkt, door gewoon puur een disclaimer op je product te zetten. This is not produced, endorsed, licensed or approved by Disney. Ja. Ja, ja. Dat is al een van de manieren om er onderuit te komen. Maar wat is bijvoorbeeld wel mag? Je mag de Steamboat Willie Mickey mag je aanpassen, maar alleen met eigenschappen die niet... te copyrighten zijn, dus die niet via een copyright vast te leggen zijn. Bijvoorbeeld, Mickey praat met een hoog stemmetje. De stem van Mickey zelf. Je mag gewoon jouw versie van Mickey ook een hoog stemmetje geven, want een squeaky voice bij een muis, dat is niet dat is vast vrij, te leggen. Aannemelijk. Ja. Dat hij adorable is, dat hij een beetje raar danst. Dat zijn allemaal dingen die ze niet vast kunnen leggen. Okay. Dus daar mag je gewoon vrij mee aan de slag. Dus dit komt ik allemaal... kan mijn stem gaan lenen zometeen aan Mickey Mouse. Leuk. Dit komt allemaal van een artikel, even kijken hoor, van de web... De wet... Nee, hoe heet dat nou? De juridische opleiding? Law.
Ja, even kijken hoor. Ik ga even kijken hoe die... In ieder geval van de universiteit van Duke, de Duke Law University. Volgens mij. Zo, ja. Ja. Ja, hoe heet dat nou in het Nederlands? Rechten. Ja, rechtenstudies heb je. Maar, Center ja. for the Study of the Public Domain. Dus okay. die hebben een heel uitgebreid artikel geschreven over Mickey, Disney and the Public Domain, a 95-year love triangle. Zoek het op. Het is dus inderdaad 95 jaar, het copyright. En het is op 1 januari dit jaar verlopen. Ja, dus het is 96, ja. Maar 95 jaar. Ja, ja, ja. We plaatsen deze eventjes in de show notes erbij. Check. Details, filmnieuws. Nou ja, vlak voor de uitzending kwam er dus nieuws over Star Wars. Jorn, praat eens even bij. Ja, Niels, wat ik ook gelezen heb, heel uitgebreid. Nee, wat er aangekondigd is vandaag, dinsdag 9 januari, is dat Jon Favreau, bekend van onder andere The Mandalorian, ja. Bedenker daarvan, die gaat met The Mandalorian en Grogu, mm-hmm. Baby Yoda, mogen we dat nog steeds zeggen? Ja, dan snappen mensen het meteen. Ja. Van het kleine scherm naar het grote witte doek. Dus daar komt een Star Wars film aan, een nieuwe. Van director, regisseur Jon Favreau, The Mandalorian en Grogu. Hij gaat echt die titel ook krijgen. Is de werktitel, denk ik. Klein uitstapje vast naar Disneyland Parijs. Daar is sinds deze week The Mandalorian en Grogu weer als meet and greet te zien. Vorig jaar was het een tijdelijke test van een week of 2-3. Ja. En nu standaard toegevoegd in Discoveryland. Wat leuk, zo'n Star Wars gebied daar. Ja, goh. Hè? Dat leuk als voorbereidingje. Ja, ja, leuk. Het is de eerste. Het gaat eind dit jaar of later dit jaar in productie al. En het is een van de eerste films sinds The Rise of Skywalker. De grote afsluiter van de hele Skywalker saga. Ja. Uit 2019. Dus ook, er hangt best wel weer veel vanaf van deze, van deze film. Ja, helemaal. Van succes. Is ook nog niet bekend of het een vervolg wordt op de lopende seizoenen. Het vierde seizoen is momenteel in ontwikkeling daarvan. Of dat het een heel losstaand verhaal wordt. Maar ik gok wel dat het met elkaar te maken gaat hebben. De laatste trilogie, zeg maar, die werd ook niet even goed ontvangen, laat ik het zo zeggen. Nee. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze met die verhalen verder gaan. Want ze natuurlijk ook een aantal meer losstaande Star Wars films hebben gemaakt die niet in die saga vallen. Of dit dan ook daar een voorbeeld van wordt. Weet jij dat, Jorn? Sorry, ik was even niet aan het opleggen. Oh, sorry. wordt dit een film die wel weer in een nieuwe trilogie moet gaan passen? Of moet het eigenlijk een soort losse film worden, net als Rogue One bijvoorbeeld? Ja, dat is ook nog niet helemaal zeker. Wat ze hebben gedaan, wat Disney moet al richting bioscopen en dergelijke een hele release calendar aanleveren. Om letterlijk bioscoopschermen in te kopen. Ja. En dat gaat al jaren vooruit. Dus wat er op de aankomende jaren in ieder geval al stond, was Star Wars... Untitled Star Wars Movie voor 22 mei 2026 en 18 december 2026. En even kijken, en de Third Star Wars Adventure is opening on December 17th, 2027. Dus er staan wel bepaalde... Er zijn al drie films gepland. Drie films, en dit komt erbij. Dat is... Oh, dit is één van de drie. Eén van, lijkt het nu. Ja, nou goed. Okay. Onduidelijk, allemaal onduidelijk. Er zullen wel heel veel commentaar krijgen dat mensen dat wel allemaal uitgezocht hebben. Voor mij is het, volg vooral ook elke dag op dcptl.nl. Ja, de Daily Disney Roundup. Ja, waarop al dit soort nieuws ook nogmaals, voorbij komt. Wij nemen deze aflevering op dinsdag 9 januari. Dit komt echt vlak voor opname binnen. Dus we zijn niet helemaal ingelezen, maar we doen ons best, hè? Zeker. En dan het laatste nieuwtje in de filmcategorie. De Golden Globes waren afgelopen weekend. Ik had het een beetje gemist eigenlijk. Normaal had je wel eens Ricky Gervais die dan de monoloog daar heb ik niet van meegekregen. Ik zag wel, werd s'ochtends wakker met het blije nieuws dat Succession bijvoorbeeld veel had gewonnen. Daar ben ik heel blij mee. Goeie serie. Ja, lekker. Nou, er was dus een nieuwe komiek die het deed en die schijnt heel erg afgegaan te zijn. Dus daar had ik het een en ander over gelezen. Dat hij helemaal niet grappig was en iedereen wilde Ricky Gervais weer terug. Ik heb zo vaak al die speeches en intro's van Ricky Gervais terug zitten kijken. Ja. Die waren zo goed. Hoe hij de zaal afmaakte. Hij fileerde letterlijk heel Hollywood terwijl ze voor zijn neus staan. Ja, nee, echt goed. Maar voor de Walt Disney Company, een mooie opbrengst. Volgens mij valt het een beetje tegen, maar 5 Golden Globes gewonnen. Ja. Waarvan 3 voor The Bear van FX Hulu. Best Television Series, Best Performance by an Actress voor Ayo Edebiri. Zijn secondant. Ja. Wow, en Best Performance by an Actor voor Jeremy Allen White. Tuurlijk. En nog 2 Golden Globes voor de film van Searchlight Pictures, Poor Things.
voor Best Motion Picture en Best Performances by an Actress in a Motion Picture, Emma Stone. Ja, dat was wel een grote letdown voor Barbie, dat die prijzen naar Poor Things gingen. Want ja, Barbie viel een beetje niet. Oppenheimer won echt de meeste wel. Ja. Maar dit waren de twee die eigenlijk ook wel richting Barbie hadden. Deze film zei mij eigenlijk gezegd niks. Maar het is een Emma Stone speelt een vrouw die tot leven is gebracht door brilliant en unorthodox scientist. Gespeeld door Willem Dafoe. De Green Goblin uit de Spider-Man films. En zij wordt dan een soort Frankenstein monster is ze. Weird science. En zij wordt dan verliefd op Mark Ruffalo. Hmm. Ja. Dat is best wel grote namen. Ja, inderdaad. In de film. Mark Ruffalo is toch Hulk? Ja, toch? Ja. Ja. Grappig. Details nieuws uit de parken. Disneyland Parijs. Zullen we even, anders gewoon even, toch even hiermee... Vind ik wel. Ja, de Disney Electrical Sky Parade is in première gegaan. Ach man, en dan komt die grote blauwe vee in beeld. Een nieuwe drone show. Was lang onduidelijk of dit nou in plaats zou zijn van Disney Dreams. Maar het is dus een pre-show voor Dreams. Maar best lang, hè? Ja, een goede 10 minuten. Ja. Het is een eerbetoon aan de Main Street Electrical Parade. Die van opening in Disneyland Parijs tot 2003 heeft gelopen. En ook meerdere keren teruggekomen. Trouwens ook in de Amerikaanse parken bijvoorbeeld. Ja, het leent zich er heel goed voor de Main Street Electrical Parade. Mocht je het nooit hebben gezien, was een lampjesparade. Maar denk echt formaat gloeilamp. Ja. Dus als er dan een trein voorbij reed waar de outline met gloeilampen was afgezet, dan kreeg je al een soort van, nou ja, pixelated idee. Dus precies. Als je drones in de lucht hebt, heb je al snel dat beeld. Dus het leent zich er heel goed voor. Dat is eigenlijk heel oudbollig, want inderdaad een locomotief, een slak, een vogel en al dat soort dingen. Maar hij is oorspronkelijk toch al... Is hij uit Walt Disney World oorspronkelijk of zelfs uit Disneyland? Disneyland volgens Disneyland, mij. Ja. Ja, dat al, ja. Ja. De jaren 70. Ja. Dus dit is weer echt teruggrijpen op nostalgie. En daar doelde ik ook een beetje op met de titel van deze podcast, Guess Who's Back. Oh, dubbele lading. Ja, jongen. Nou, wel grappig. Ik heb zitten kijken naar de livestream. Want er waren allemaal Disney-fans die aan het livestreamen waren. Ik heb echt kippenvel, fantastisch. Als die trein voorbij komt in de lucht. Helemaal heel bijzondere effecten. Drones met rook en vuur. Voor mensen die niks willen weten, die spoilervrij willen blijven, even de komende 5 minuutjes We laten niks zien. Nee, we laten niks zien. Nee. We gaan het wel over hebben. Ja, we gaan het wel over hebben. Ja. Ik vond het te gek daardoor. Helemaal aan het einde ook die grote projectie van de wereldkaart. En dan het logo in de lucht. De draak uit Peter en de draak. Ja, de wereldkaart met dan op alle plekken waar een Disneypark te vinden is. Ja. Waanzinnig. De draak uit Peter en de draak met rook uit zijn neus. Ja, want het is een world's first, uniek in deze show. Er gaan enkele drones mee die vuurwerk of rook-effecten met zich meedragen. Dus die kunnen gewoon de draak van Peter en de draak en dan uit zijn neus... Groene rook. Die... Op zich is dat natuurlijk... Rookpluimen, ja. Is dat kinderspel, want in oorlogsgebied kunnen ze raketten afvuren. Ja, zijn iets andere drones. Maar het is wel weer een primeur in entertainment, voor zover ik weet. Dat is het. Dus Parijs pakt weer gewoon... Ja. Ik vond het zo. Ik zat echt met popcorn gewoon threads en alles te lezen, de social media. Tof, op onder elke comment, allemaal Amerikanen... Bring this to Walt Disney World! Maar goed, daar mag ook geen drone over het publiek heen vliegen. Dus laat staan een drone met vuurwerk of met rookeffecten. Ja. Ook heel leuk hoe dan het samenwerkt. Dus er komt een pompoen van drones boven het kasteel. Dan zie je op het kasteel een projectie van de Fairy Godmother. Die gaan met het toverstafje en dan wordt de pompoen de koets. Ja. Het werkt ook heel leuk samen met elkaar. Fantastisch. Echt een liefdesbrief aan de Main Street Electrical Parade en dus ook de hardcore fans. Wat ik wel merkte, ik liet me heel trots thuis zien. Nou, van jongens, dit moet je zien. Mijn vrouw, wat leuk, want je kende dat ook. Dat heb je de rups, dan heb je de slak. Ja. Kinderen hebben die parade nooit gezien. Denk nee, dus een rups en een slak. Precies. Ze vonden het echt wel mooi. Hè? Ze zagen ook echt wel, want zo'n draak, zo'n hele grote draak achter het kasteel is echt indrukwekkend. Er zit maar weinig IP in. Herkenbare Disney-karakters. Klopt. De parade is de IP. Ja.
Sterker nog, de IP die er is, die bijvoorbeeld ook een projectie van Mickey en Minnie op het kasteel, die vind ik een beetje tacky zelfs. Die vind ik heel gek en soort opgeplakt. Ja, want projecties op het kasteel, die zijn ook allemaal een beetje in de pixelated. Alsof het allemaal lampjes zijn op het kasteel, toch? Maar dit is wel wat we als fans, waar we al jaren om roepen, breng ons dingen die niet per se aan de grote kastkrakers hangen, maar dingen die authentiek voor de parken zijn. Ja. En dit is een liefdesbrief aan de parken en aan de geschiedenis van de parken. Dus voor ons is dit, ook bij mij gewoon kippenvel. Echt ook waanzinnig en vet. En toen ik die rook uit die drone zag, gewoon wat is dit? En dat schip van kapitein Haak met vuur aan de achterkant. Ja. Wat joh. Oud Imagineer en een hoofdontwerper van ons Main Street in Parijs. Eddie Sotto had ook al op X de loftrompet geblazen voor het entertainment van Disneyland Parijs. Dus zeiden we dat nooit geweten dat 30 jaar na wat we daar neer hebben gezet, dat ze nog weten om ons te verbazen op deze manier. Ja. Dus het is echt weer een stapje hoger dan... Want dat moet echt gezegd worden. We gaan zo het hebben over de geruchten voor The Lion King. We lopen gigantisch achter met nieuwe attracties, zeker in Disneyland Park. Maar entertainment is de laatste jaren zo spot-on. Mickey and a Magician, Together, the Pixar Musical, de drone show Avengers Power of the Night, de oorspronkelijke Dreams, D-Light voor het eerst met drones. Nu dit, hoe ze de drones op een next level doorpakken. De Lion King show in Frontierland. Het entertainment in Disneyland Parijs is echt top en top-notch. Voor mij wel had deze bewijsplek ook 8 minuten mogen duren. Op een gegeven moment, want op zich zijn de drones die... je merkt wel dat ze opnieuw moeten formeren voor weer een nieuw figuur. Dat duurt af en toe naar mijn idee. Ja, maar dan gebeurt op het kasteel wel wat. Dat is wel zo, maar dat zag je op de filmpjes iets minder goed. Ik denk daar ben je iets minder op gefocust dan misschien. Ik heb het nog niet helemaal gekeken. Ik heb alleen een beetje highlights. Ik vond het echt waanzinnig. Zo tof gedaan en zo leuk dat Parijs hier weer de eerste mee is. Hoe ze met drones vuurwerk animeren, vond ik ook heel erg leuk effect. Ja, dat is echt goed gedaan. Ja, dus heel tof. Dit loopt tot september sowieso. En dan komt er nog wat later dit jaar bij. Al vrij snel eigenlijk. 10 februari, ja. Want het is allemaal onderdeel van het... dan ben ik die naam weer kwijt. Ja, het hele nieuwe seizoen, hè, met al die kleuren. Ja. Wat is dat? Het hele seizoen? Nee, Million Splashes of Color? Nee, zo heet de show. Nee, zo heet de show juist. Ja. Ach, ik kom het zoeken. Maar het hele themajaar heeft iets met kleuren te maken. En onder andere dus deze drone show Disney Electrical Sky Parade is daar onderdeel van als pre-show van Dreams, die gewoon daarna nog begint, toch? Symphony of Colors. Dankjewel, Ralf. Dankjewel. En een nieuwe show, A Million Splashes of Colors, die komt naar Central Plaza binnenkort, vanaf 10 februari tot en met 30 september. Met onder andere, dat is nu voor het eerst bekendgemaakt, deze soundtrack. Ja, dit wordt hem, hè? Ja, het is weer... Ze kunnen dit ook heel goed. Ja, ik vergat het in mijn opzomming, maar inderdaad... de Dreamy Shine Brighter Day Parade van vorig jaar was ook echt waanzinnig. Dit, je hoort het ook al aan de muziek. Het is een musical experience in een new energy-packed daytime show. Dus weer heel energiek, veel kleuren, 30 dansers met karakters... uit zowel de Disney Animation als Pixar Animation Studios... die je meenemen om lekker energiek de dag in te gaan. Ja. Ja, met dit leuk. Op de achtergrond. Dat leuk, zit dan heel de hele dag in je hoofd. Ik vind het hele kleurenthema trouwens wel goed voor Parijs. Dat houdt het ook wel fris. En ook wel slim. Want ze hebben, zoals het nu uitziet, niet snel iets nieuws te marketen dit jaar. Ja, Disneyland Hotel. Maar dat is voor het opperste regioen van je bezoek. Geen nieuwe attractie. Geen nieuwe show. Maar met dit street entertainment en deze... Het is een beetje het overbruggingsjaar. Hè? Want volgend jaar moet het... Dan gaat het gebeuren. In ieder geval meer moet opengaan. En dan aan het einde van het jaar... Frozen. Ja, precies. En die flat rides die erbij komen. Ja. Ik vind dat marketing in Nederland voor Frozen deze week ook wel goed trouwens. Zo. Koud, hè? Tering. En daarna, we hebben het al eerder over gehad. Over alle geruchten die er gaan. Over de uitbreidingen die komen. Je stipte ze eerder in deze aflevering al aan, Ralf. Er gaan geruchten over een groot Star Wars themagebied achter Discoveryland in het Disneyland Park. En waar in 2018 het grote concept art werd gepresenteerd van Studios 2.0. Ja. Met een Marvel-gebied, een Frozen-gebied en een Star Wars-gebied. Het Marvel-gebied hebben we nu, Avenger Campus. Frozen wordt overduidelijk druk aangebouwd. Ja. Verwachte opening 2025.
Maar dat Star Wars gebied, dat weten de fans die het een beetje volgen ook al wel een poosje, is al heel lang een beetje weggemoffeld en lijkt nu gewoon echt definitief niet in het studiospark te komen. Maar het gerucht gaat nu naar een Lion King gebied en jij hebt nieuwe juice. Ja, want we hebben het al eerder gehad van ja, wat moet dat dan voor soort gebied worden? Wat voor soort attractie? Nou, wat dan wel een beetje duidelijk was, dat het echt een bootrit attractie weer wordt. Wat want die hebben we nog niet. Opvallend is, want Frozen wordt ook gewoon een bootrit. Maar ja, dit schijnt meer een bootritattractie te worden, vergelijkbaar met de boten uit Jurassic Park River Adventure, zoals je hem in de Universal Park hebt. Dus ook hebt. Wat meer thrilling, wat een hogere drop erin bijvoorbeeld. Het is misschien wat raar dat ze achter elkaar twee bootattracties bouwen. Aan de andere kant, kijk naar bijvoorbeeld Disneyland Anaheim. Daar heb je ook Splash Mountain, binnenkort dan Tiana's Bayou Adventure, en Pirates of the Caribbean. Maar, en zo zie je het een beetje bij elkaar. Dan kan dit de Parijse versie van Splash Mountain worden. Eindelijk die grote waterattractie die we nog nooit hebben gehad. Ja, maar het is niet een lokvloem. Het moet dus ook een boot worden zoals... Maar wel qua thrills. Nee, maar goed, als je kijkt naar Jurassic Park, in ieder geval in Universal LA en Orlando, die ik dan ken, dat is, ik weet niet of het hetzelfde is in Japan, dat is dan geen lokvloem, maar je wordt wel heel erg nat bij die splash. Precies. En stijl. Ja. En wat dat betreft is het bij is Frozen, daar zit wel een dropje in. Alleen dat is veel meer gewoon een scenic route eigenlijk door de scènes van Frozen. Dat is echt een beetje vergelijkbaar met het tamme watervalletje van een Farm Pirates. Precies. Naast pakken wild waterbaan. Ja, ik weet niet of ze hem exact hetzelfde gaan doen als in Epcot, maar dat was natuurlijk de maalstroom. Heftiger, toch? Dus hij gaat het achteruit deel en dan draait hij en dan gaat hij het laatste stuk vooruit. Nou, hij wordt in... Hij is iets meer intens dan Pirates, maar het is niet te vergelijken met een Splash Mountain. Nee, absoluut niet. Nee. En dit gebied wordt best groot, want het wordt wel groter dan de oppervlakte van Frozen bijvoorbeeld. Het gebied wordt ook iets groter dan het showgebouw dat bijvoorbeeld voor A Rise of the Resistance, want dat zou de attractie wezen. Ja, en daar zou dat eigen zullen krijgen. Het wordt eigenlijk een gebied met Pride Rock als centrale element. Een hoge berg eruit. Dus heel veel rockwork. Dat kunnen we wel gaan verwachten. Nou, daar is Disney Imagineering echt heel goed in. En dat mist het park nog immens natuurlijk, hè? Nou ja, dat heb je natuurlijk zometeen wel. Met Frozen al. Met Frozen als Weenie. Maar daarnaast komt er nog een berg. En dat wordt dan en dat wordt ineens de savanne in Afrika. Ja, dat, hoe ze dat ook gaan spreiden is... En waar ik ook met name benieuwd naar ben is... Hoe wordt het een backdrop? Of wordt het een gebied waar je echt doorheen gaat lopen? Ja, en gezien de oppervlakte, als je zeg maar naar het meer zo meteen toe loopt, komt dit aan de linkerkant van Frozen. Het is wel plek, toch? Ja, er is absoluut best plek. Dus de vraag is ook hoe ze de rit, want vooralsnog lijkt erop gewoon één attractie. Dat is dan deze bootrit. En als grote elementen, dus Pride Rock. Iemand opent Apple Maps. Ja hoor. Yeah, you know me. Als groot element Pride Rock. Maar ook bijvoorbeeld een hele grote baobabboom. Weet je? Weet je wat ze bij de Animal Kingdom, de safari? Hoe heet die? De Kilimanjaro Safari. Ja. Die ingang met en waar de Fastpass dingen vroeger waren. Dat is ook zo'n hele grote baobabboom. Is dat zo? Nooit gezien? Nee, nooit opgevallen. Daar moet je omheen lopen volgens mij. En dat is de ingang. Okay. Ja. In ieder geval, het wordt dus een relatief groot kanaal waar de boot doorheen gaat. Met veel gelijkenissen zeg maar, met Jurassic Park ride die we hebben in de Universal Parken. Aantal kleine vulkanen en geizers aan de zijkanten die ook rookeffecten hebben. Geyser Mountain. Ja, precies. Ja. En er komt inderdaad een soort grote baobabboom aan het einde van de rit. Ja, wat dan precies het verhaal moet gaan worden. Welke muziek, dat weten we allemaal nog niet. Ja, wordt het de storybook ride van het verhaal uit Lion King? Of moeten we... Is het de live-action Lion King? Is het de animatie Lion King? Ja, ik denk dat ze wel voor animatie gaan, hoor. Lijkt mij. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Ja, er komt een meet-and-play area. Dus waarschijnlijk waar je de karakters kunt ontmoeten. Maar waar ook een soort grote speeltuin waarschijnlijk zal komen voor kinderen. Pride Rock zal ongeveer net zo hoog worden als de grote berg van Frozen. Die ze op dit moment aan het bouwen zijn. Ongeveer ook net zo hoog ongeveer als het kasteel van The Beast in Tokyo Disneyland. Dat is zo'n 30 meter hoog ongeveer. En de drop, want daar vindt dus de drop in plaats, is zo'n 23 meter hoog. Dat is een behoorlijke drop om met een bootje te doen. Ja. De vulkanen zullen onderdeel worden van het hele berggedeelte eigenlijk van het gebied. De vulkaan is dan het stuk waar de hyenas en zo toch... Dat lijkt me haast wel. Als de vulkanen in Afrika, in de Lion King? Ja, maar in die scène waarin Simba de olifantenkerkhof in gaat. Ja.
Ja. Be prepared. Dat dus, is dat al die schijzers. Ja. Het gebied gaat dus iets groter worden dan het geplande Star Wars gebied. En dus veel groter daarmee dan Frozen. En wat interessant is, is dat Imagineering de plannen nu echt officieel overhandigd heeft aan de juridische afdelingen. Dus waarschijnlijk gaan de permits, dus de vergunningen aanvragen, gaan binnenkort plaatsvinden. En dan zal er ook waarschijnlijk qua layouts bekend gaan worden en inzichtelijk worden. Want dan moeten ze het weer publiekelijk ergens gaan. Precies. Ja. We volgen dit met heel veel interesse en nou op nauw voet. En het is leuk omdat ik natuurlijk een aantal mensen heb die dicht bij bronnen zitten en die me dan elke keer een klein beetje informatie voelen wat ik dan moet verifiëren. En leuk. Maar dat is wel een heel leuk spel, is dat. Dus dat is. Maar goed, dit is nu in ieder geval naar buiten gekomen. Maar ik denk dat we echt moeten gaan wachten op de. Want ja, vragen, Jorn, die jij stelt over. Oké, maar wat wordt dan de inhoud echt van de rit? Ja, dat weten we nu allemaal gewoon nog niet. Nee. Maar die zullen ze gaan aankondigen, officieel. Of in ieder geval een hint ernaar geven. Te denken, dat liep jij laatst in het geruchtenoverzicht dat ze het zouden doen op 12 april. Dus de 32e verjaardag. Dat is al over drie maanden. Ja, ik weet niet of ze dan al vergunningen rond kunnen hebben. Ze zouden het wel als een soort Blue Sky kunnen gaan presenteren. Ja, ik kan het zeggen. Ze hebben nog steeds op dit moment in de studio's dat grote bord hangen van dit zijn we hier achter aan het bouwen. Met het Star Wars gebied. Met het Star Wars gebied. Ja. Er staat niks meer bij dat het Star Wars is of coming soon of whatever. Maar je herkent wel de spires van de Black Spire Outpost. Ja. Ja, misschien worden nu de spires van Pride Rock. Ja. Spire. Ja, ik ben wel enthousiast. Ik moest er heel erg aan wennen aan het idee. Ja, maar, precies. Want The Lion King is nog steeds een van mijn favoriete Disney-films. Ik ben er echt mee opgegroeid en ik heb hem super vaak gezien. En het is een hit, hè? Het is een hit. En het is een hit. Mm-hmm. En ik snap ook dat het in Parijs, want daar is het al jaren een hit. Daar doen ze van alles mee en het blijft aanslaan. Maar ik had hem gewoon even nog niet in hoe moet je dat dan vertalen naar een heel themapark met een. Precies. Maar ik begin toch wel langzaam enthousiast te worden. En als maar weer zo'n ouderwets Kodak fotoframe neerzetten waar je zelf een knuffel leeuw omhoog kan houden met Pride Rock op de achtergrond. Ja, dat is toch episch. Dat kan niet anders. Maar goed, de komende weken zal er waarschijnlijk wel wat meer naar buiten gaan komen. Omdat gewoon, het moet uiteindelijk allemaal aangevraagd gaan worden. En dan krijg je weer aannemers en onderaannemers die allemaal hun plannen moeten indienen. En dan komen waarschijnlijk vanuit de kant van attractiebouwers komt er wel met informatie naar ons toe. En mensen staan het er eerder dan dat er in Bedford en Universal Studios opent? Ik denk dat Disney alles op alles. Nou, ik heb toen wel een timeline gegeven. Hè? Dat dit wel volgens mij. Vanaf 25 moeten elk jaar iets nieuws opengaan. Ja. Wanneer wat de spelen zijn natuurlijk. 24. Oh, dat is dit jaar. Ja, dit jaar. Nee, in 2028 jaar, zijn ze in L.A. Ja. En dit zou uit mijn hoofd 2027 moeten gaan worden. Okay. Ja. Je had 2020 Tokio, de Spelen. Ja. 2024 Parijs en 2028 LA. LA, ja. Ja. Ja, als de corona geen roet in het eten had gegooid, dan hadden ze een grote uitbreiding dit jaar aan alle extra toeristen van de Olympische Spelen kunnen laten zien. Trouwens, je hebt het nu over de Olympische Spelen, over de winterspelen in die Walt's Christmas special op Disney Plus. Er zit ook een heel deel over het werk dat Walt Disney heeft gedaan voor de winterspelen daar. En ja, dat is die openingsceremonie. Fantastisch, ja. De beste openingsceremonie ooit. En daarmee werd de Olympische Spelen ook een soort entertainment. Ook weer door Disney begonnen. Ja. Echt fantastisch. Leuk. Wat een leuke hobby hebben we, hè? Nou, heerlijk. Ik heb nu al zin in de rest van 2024, wanneer het met jullie is. Maar, ja, wel, ook. Heerlijk. Ook gezellig. Nou, mooie vooruitzichten. Dankjewel, Ralf, voor deze roundup. Meer roundup elke werkdag 12 uur op dcptils.nl. Het laatste Disney nieuws. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Details. Gezellig. Tot dan. Ja. Tot dan. Ja, ik heb niks anders te doen, dus ik denk tot volgende week. Ik ben er. Gezellig. Ja, Bjorn? Ja, ik zal wel komen. Ja. Tot zover deze aflevering van Details. En nu snel naar d-tails.nl voor meer afleveringen, het laatste Disney nieuws, tips en tricks en hoe jij Details kunt steunen als donateur. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.